Heel wat anders na een broodjeszaak, de friterie. Waarom heb je dit gekozen? Nou, dat zal ik je gauw vertellen. Ik was een broodjeszaak en een lunchroom. Dus alle mensen konden bij mij binnen zitten. Daar kwam de 1,5 meter. En ik zit erover na te denken. Zondagmorgen met de meetlat naar het tentje meten. Ik denk, er kan geen tafeltje meer staan. In één klap mijn hele bedrijf weg. En het was leuk. Veel vaste klanten. Dus ja, dan moet je na gaan denken. De familie zegt, gooi hem dicht. Je hebt genoeg gewerkt in je leven. Maar toen zat ik 3 maanden thuis. En ik was doodongelukkig. Dus de laatste week. Ik denk, ik moet iets beginnen. Iets nieuws wat niemand heeft. Ik denk, ga alles zelf maken. De mayonaise, de truffelmayonaise, de Amsterdamse ui. Het is allemaal zo pats uit mijn hoofdje gekomen. Daar ben ik ondernemer voor. En toen dacht ik, ja, dan moet de goede friet bij. En van één komt ander. En nou zijn we 3 weken verder. En dit is de opening van de nieuwe rotonde, friterie. Wie had dat ooit gedacht als oma op de oude dag nog een friterie begint? Ja, dat ben ik. Nou, ik vind het geweldig. Kijk eens wat je van oma krijgt. Lekker.